Hey mensen, welkom bij een nieuwe challenge op dit kanaal. En vandaag gaan we iets heel stoers doen. Wat dan? Nee, het is eigenlijk helemaal niet zo stoer. We gaan Raad de YouTuber doen. En hoe ga ik die raden dan? Jullie krijgen straks de opening slash afsluiting van video's van een YouTuber te lezen. En jullie moeten raden van welke YouTuber deze is. Dit kan ook een oude opening of afsluiting van de YouTuber zijn. Dus dat maakt het ook extra moeilijk. Oei, dit is wel pittig moet ik zeggen. Ken jij een beetje Nederlandse YouTubers? Ja, ik ken ze wel. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik niet alle kanalen allemaal check. Nou, dat vind ik stom. Ja, ik kijk alles van iedereen. Dat geloof ik helemaal niet. Tuurlijk wel. Ik ben echt een Nederlandse... Oké, hoe heet de laatste video van... Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wanneer deze video is geüpload. Ja, Dit is trouwens Marit. Hey. Ja, dat is wel handig, want anders weten mensen niet met wie je vandaag deze challenge doet. Dit is Marit en ik ben Dylan. We gaan beginnen! Welkom dat jullie kijken naar een gloednieuwe... Welkom dat jullie kijken, dat is heel slecht. Oké, we moeten trouwens opschrijven, hè? Weet jij deze? Ja, natuurlijk. Ik ook, deze weet ik wel. Oké. Ja? 3, 2, 1. Wat heb jij? Die Tim. Echt? Enzo Knol. Ja, hij zegt ook, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Ja, mijn naam is Enzo Knol. Maar niet welkom dat jullie kijken. Ja, maar dat is toch ook überhaupt niks? Nee, maar dat is volgens mij Snapking. Tim, ik weet welkom dat je kijkt, zegt hij altijd. Echt, dat is echt heel slecht Nederlands. Ja, maar dat is dan denk ik ook dat het hij het is. Oké, ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ook. Welkom dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Zegt Enzo dat? Enzo zegt, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Ja, maar toch niet welkom? Nee, dat zegt hij. Ik weet dat Snapking, daar zegt iedereen altijd dat hij zegt, welkom dat je kijkt. Nou, we gaan het ontdekken. Nou, we gaan het nu ontdekken. Enzo! Enzo! Ik heb een puntje. Hè? Maar, we gaan nu even ontdekken hoe zit het echt. Ja, dit is wel een nieuwe video van hem. Dit is een nieuwe video. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam... Hij zei niet welkom dat je kijkt. Nee, maar hij zei wel gloednieuw, hè? Ja, maar ja. Ja, maar ik heb het goed geïnterpreteerd. Nee, maar dit is niet zijn opening. Nee, dat is waar. Skip deze gewoon maar helemaal en begin bij de volgende als eerste. Dames en heren. Dames en heren, Lisanne van Rij 12 heeft de eerste helaas verpest. Oh my god. Maar ja, helaas had het een puntje voor Maarten Brugman. Nee, voor Dylan Hagens. Nee, voor Maarten Brugman. Als het stond leuk dat je kijkt, had ik Enzo gedaan. Leuk dat je kijkt naar nieuwe, gloednieuwe. Ja, maar daarom dacht ik ook, zegt Tim dat ook. Maar ik dacht, ja, welkom dat je kijkt, dat zegt Tim. Ja. Nou, we hebben het allebei niet fout en niet goed. Okay. Lisanne heeft het wel fout. Ja, okay. Dames en heren, dat was even een kleine oponthoud. Jodio is de volgende. Jodio. Wat ga je opschrijven? Ja, ik weet niet. 3, 2, 1. Dodo. Ik heb Roy van Roy en de Stick. Maar ik kijk helemaal geen video's van hem, maar ik weet het niet. Ik weet het, ik heb echt serieus, het zegt me wel iets, maar ik ben even blanco hoor. Ja? Ik weet het echt niet. Ik kijk dit kanaal sowieso niet, ben ik van overtuigd. Ik ben echt heel erg benieuwd. Zullen we maar gaan kijken? Ja. Link. Oh, Link! Oh, Link Tiger! Zeg hij Jodio? Blijkbaar. Als het begin of eind? Laten we het bekijken. Oké, we gaan het bekijken. Dat gaat vet wow, snel. Zo, ja, ik vind het niet gek dat ik het nooit heb gehoord. Ik bedoel, je verstaat het bijna niet. Ik dacht dat hij altijd zei, yo. Er zijn meer mensen die een intro zo snel zeggen dat je het bijna niet meer verstaat. Ja, dus toen gast zegt, hey mensen, hey mensen. Ik zeg altijd heel duidelijk, hey mensen. We gaan door. What's good? Ja. Oh shit, nou heb ik jou geholpen, hè. Ah, jij wist het even niet, hè? Ik wist het even niet, maar toen je dat deed, wist ik het wel. Ah, waarom deed ik dat? Ja, omdat je zelf niet zo snugger bent. Hé! Hey. Oké. Okay. 3, 2, 1. Calvin. Calvin, hè? Ja, maar deze weet ik 100% zeker van. Ja, ik weet het nog meer. Ja. Ja, die wisten we gewoon. Daar had ik nul twijfel over. Ja, hey, maar dat betekent dat het nu 1-1 is. Ja, heel goed uitgelegd. En wat, waar strijden we eigenlijk voor? Want dat vind ik altijd belangrijk. Strijden we ergens voor? Mm-hmm. Ik weet niet. Oké, we gaan door. Hoi, lieve familie. Ja, jongens, dit weet ik wel hoor.
Dit weet ik wel, denk ik zo. Hé, hey, wij zijn best goed, denk ik. We zijn best goed. We hebben al 2 dingen gedaan en we hebben er 1 goed van. Deze weet jij ook, hè? Natuurlijk weet ik dat. Oké, ben je klaar voor? 3, 2, 1. Honorie! Ja, man. Hoi, lieve, lieve onderfamilie. Ja. Dat is het sowieso. Toch? Ja, ja. Oh, wat kijken we er op YouTube. Oh, ik ben zo blij. Nu zijn we echt zo respect van de community, ja, weet je wel. Mooi, man. Honorie! Ja, laten we even gaan kijken. Het is nooit verkeerd om uit te spreken. Ik ben Honorie, welkom bij de nieuwe ik. Misschien vraag. De nieuwe ik? Heb je de nieuwe Honorie al gezien? De blonde. Ja, ze is nu blond. Ja, ze begint steeds meer op jou te lijken. Of ik al waar. Dat kan ook, ja. Ik heb laatst roze haar gehad, zoals je hier zit. Ik vond het ook wel wat. Ja, nee, maar serieus. Onder die, of die jongen, en maar lijken... Of ja, jullie hebben veel overeenkomsten. Als in, jullie zijn allebei in Woerden geboren, ook vlak na elkaar. Ja, echt. Jullie zouden stiekem zussen kunnen zijn, weet je. Ja, we zijn 2 weken na elkaar geboren in hetzelfde ziekenhuis in Woerden. Ja. En we wilden allebei van zingen. Of ja, ik doe dat niet meer. Alleen zij is de stoere zus en jij bent het meisjeszusje. Zij zit vol tatoeages. Ik ben helemaal niet meisjesachtig. Jawel, maar vergeleken met Onnedie wel. Ik wil niet zeggen dat zij niet vrouwelijk is. Maar ik bedoel, zij is stoer met tatoeages. Ja. Zo'n rockchick. En jij met zo'n popje. Zo. En ga lekker shoppen. En lekker thee zetten. Thee zetten? Alsof vrouwelijke meisjes deden zo. Oh, ik ga de hele dag thee zetten. Je hebt toch altijd zo'n theefeestjes met hun knuffels? Ja, die heb ik inderdaad nog dagelijks. Hou doei. Ja. Dat vind ik pittig, hè? Heel eerlijk gezegd. Ja, vind je die moeilijk? Ik helemaal niet. Nee, echt niet? Nee. Oké. How do we? 3, 2, 1. Smor. Oh ja, ik dacht ook okay, smor en toen heb ik Mark Hoeks gedaan. Oh, ja, omdat ze Brabanders zijn en die zeggen how do. Ja, precies. Dat was ook mijn idee. Maar hij is zeg maar daarna naar het noorden verhuisd. Dus ik dacht hij heeft een soort van mix tussen how do en het Nederlandse doei. Dat is wel een betere theorie. Want smor woont nog steeds in Brabant. Ja, dat is waar. Ja, we gaan het nu zien. Ik ben heel benieuwd. Ja. Hè? Nee, oh, ja, maar ja. Komt die ook uit Brabant? Ja, die komt ook uit Brabant. Daar, nee! Doe me op. Van wie komt er uit Brabant? Hij komt uit Brabant. Ja, maar ik weet niet dat hij... Ik weet dat toch niet? Ja, Dylan, toon dan eens wat interesse voor die Ik ben super geïnteresseerd. Maar ik weet ook niet dat Thomas uit Brabant komt. Nou, zullen we maar even kijken dan. Oh, ja, pijnlijk. Ja, laten we maar even kijken. Pijnlijk. Je verstaat het niet eens. Ja, maar die gast articuleert niet eens. Maar het feit zeg maar dat ik een goede redenatie had, want Mark had het ook kunnen zijn. Ja, krijg ik daar een punt van? Nee! You. Shit. Ik ben echt moe. Normaal weet ik dit. Ik weet wie dit is. Ah! Dit is heel stom! Oh, ze zitten echt te lachen. We zouden het moeten weten. Ja, maar ik weet je... Oh, dit is erg. Want ik weet dat het iemand is die ik heel goed ken. Ah, wie zegt dit? Ik kom er gewoon niet op. Dit is echt erg. Ik weet het niet. Oh, mensen die zitten zich thuis ook op te vreten. Ik denk dat het een mannenkanaal is, want ik kijk het niet. Of kijk... Nee. Joujou. Ah, wie zegt... Ja, ik weet het echt niet. Shit, ik kom er niet op. Oh. Ja, ik schrijf hem op. Oké, 3, 2, 1. Ik heb Rutger. Ik weet het eigenlijk. Rutger, ik heb Armo. Armo is het sowieso niet. Rick! Dan is het lekker spelen. Nee, maar dat had ik wel geweten. Toch? Oké, Rick, kom eens. We zijn aan het raden welke YouTubers dit zeggen. Ja. Wij komen er echt niet uit. Weet jij wie dit zegt? Maar ik weet het wel. Ja, ik weet het wel. Weet jij het echt niet? Nee, idee. Blik op, jullie zitten te Nee, dat is... Ah, echt niet, dat is echt niet... Dit is Bram Krikke. Ah! Oh ja! Dat heeft hij aan zijn ketting hangen, hè? Joujou. Oh ja. Dat is jongens. Jullie zeggen wel dat jullie goede vrienden zijn met onze vriend Bram. Maar is dat daadwerkelijk zo? Je ziet het in de volgende keer. Hij zei nog serieus bij de laatste opnames, ik ga Joujou merch maken. Ja. En dan kom ik er nou gewoon niet op. Ja, het is bijna weekend. Maakt ook helemaal niet uit. Bram vindt ons nog steeds heel aardig. Bram in de buurt. Oh. En zoals we altijd zeggen, joejoe. Ja. We gaan door naar de volgende. Che? Gang. Ja, ik ga gewoon wat opschrijven. Oh, het is waarschijnlijk dus iets uit een game of zo, omdat ik nee. Niet.
Ik weet namelijk wie dit altijd zegt, maar ik denk dat het niet... Oh, wat erg. We waren zo goed bezig in het begin. Ja, het ging zo lekker. Ja, ik weet wie er altijd share zei. No. 3, 2, 1. Wie zegt jij? Milan zei altijd share. Oh, dat hadden we wel. Maar ja, wat voor gang? Ik heb nog nooit iets met gang gehoord. Misschien is een DAD gang. Dat zal het misschien wel kunnen zijn. Ja. Ja! Nee. Nee, ja, dit is Milan. Nee, dit is een gezamenlijk kanaal. Nee, maar daar bedoel ik Milan toch mee? Nee, dat is een gezamenlijk kanaal. Ga je nou vals spelen waar ik bij zit? Er staat hier heel duidelijk, dagelijks aan. Ja, maar dit is van Milan. Maar zegt Milan het alleen of iedereen van dit is Milan, upload er niet eens op. Probeer nou gewoon een puntje van mij weg te nemen terwijl ik het goed heb. Ik vind het gewoon niet helemaal... Oké, het is wel oké. Shit, laten we even kijken. Wat zijn er veel mannenkanalen? Schiet eens op met die vlogkanalen van Monica en zo van mij. Voor mij. Tja, knollen. Oké, en verder te kijken. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik niet zo heel veel dagelijks aan dit kijk. Ja, maar ja, dan ga je falen bij dit soort potjes. Ja, dat is waar, maar ik ben weer goed in andere Oh nee, ja. We gaan door naar de volgende. Welkom dat je kijkt. Ja, dit is nu een inkoppertje natuurlijk. Die had ik anders ook al geweten hoor. 3, 2, 1. Ik moet het even goed opschrijven. Dit is die Tim. Ja! Waarom heb je alleen Tim? Bedoel je... Ja, omdat je zin hebt om zo lang te schrijven. Ja, maar je hebt heel veel Tim, hè? Tim Bloemers. Je hebt Tim Schoeber. Nee, maar ik heb dit gezichtje erbij. Dus dan weet iedereen wat ik hem bedoel. Wat voor gezichtje heb je erbij? Laten we kijken naar de video. Ja, goeie autotune. Weet je wat ik me afvraag? Zal hij zelf echt denken dat dit Nederlands is of is het echt wel... Weet je, ik vraag mij bij hem helemaal niks meer af. Want ik snap die hele gozer niet van geen ene kant, echt. Dames en heren, de laatste! Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Ik vind echt dat er wij... Hoeveel vrouwen zaten hierbij? 1. Is dit een vrouw? Nee, daarom. Welke vrouw zat er dan bij? Onder die, dat was de enige. Dus ik vind het een zeer mannelijk, voorbereiding. Ja, jij niet dan? Ja, ik ben echt op. Ik ben zo moe, ik weet gewoon niks. Ja, ik weet hem. Ja, ik weet het. Echt? Ja. Weet je hoe ik erachter kwam? Nee. Door de manier waarop het gezegd werd. Ik probeerde het in mijn hoofd, want ik wist hoe het gezegd werd. En toen deed ik dat een paar keer in mijn hoofd. Toen dacht ik, ja, dit is de intonatie. Zo, oké, laten we kijken. 3, 2, 1. Wie heb jij? Sophie Milzink. Ik heb jeuk voor. Jeuk voor? Ik bedoel, zeiden dat ze... Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Altijd zo heel emotieloos. Sorry, Sophie, ik zei dat je man was, maar dat is een vrouw. Ik kijk gewoon jouw kanaal Sophie? Niet. Oh, ja. Ja! Laten we even gaan kijken. Hallo internetvrienden, daar was ik bij. Ja, heb je wel. Sophie, je bent echt een held. Maar je bent zo'n lamme tak. Dat is niet normaal. Dylan! Ja, Sophie, je bent geen lamme tak. Jawel, Sophie is een lamme. Iedereen heeft gewoon zijn bepaalde intonatie met spreken. Ja, maar Sophie is echt een lamme, jongen. In positieve zin. Je kunt wel stellen dat er maar één echte YouTube expert is hier. Ja, je hebt zwaar gewonnen. Ik moet ook gewoon eerlijk bekennen. Ik weet het niet. Geef je mij nog een hand of iets? Een zoentje. Ah, dat vind ik altijd... Wat vind je... Wat is dit nou? Nee, ik bedoel, als ze sloom gaat, dan word ik kriebelig van. Ik geef je een lekker kusje. Net zoals fluisterende mensen. Dan word ik ook... Nee. Dat kan ik echt niet tegen. Niet gaan fluisteren tegen mij. Als je me tegenkomt, moet je echt niet gaan fluisteren. Ik had vandaag opnames met Ties. Ja. En die wilde ook te fluisteren. Zeg ik, alsjeblieft, praat harder. Kijk eens, als jullie Dylan een keer tegenkomen... Nee. Ga alsjeblieft lekker fluisteren. Ah, nee, dan word ik echt kriebelig. Oké, goed. Dames en heren, ik ben heel blij. Dat wordt een mooi weekend voor mij. Marit, heel erg bedankt voor het meedoen en voor het verliezen. Vonden jullie deze video nou leuk? Klik dan op het duimpje omhoog. Klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. Tot de volgende keer maar weer. Later!